5×3 meter is de non-binaire vlag die vandaag hangt op het Artecollege in Almere. Bedoeld om kinderen die non-binair zijn, zichzelf niet specifiek jongen of meisje noemen, een hart onder de riem te steken. Zoals Lien de Zoete. Ik weet niet of ik het voel zelf, maar ik heb niet echt het gevoel dat ik een gender ben, nee. Dat is heel lastig bij mij op dit moment. Lien vertelt het verhaal van een familielid dat zichzelf soms wel en soms niet opmaakte en soms hoge hakken droeg en waarschijnlijk non-binair was. Mijn tante, die heeft zelfmoord gepleegd omdat zij zichzelf niet kon zijn. Vanwege mensen die haar uitscholden op straat, die haar raar aankeken. Ze kon zichzelf gewoon niet zijn. Gelukkig mag iedereen op deze school zichzelf zijn, zegt Lien. Toch wordt landelijk gezien 15% van de mensen die non-binair is gepest. Dat zegt Suzanne van der Laar van de stichting Winter Pride, die daarom dit initiatief nam voor de non-binaire vlag als teken van tolerantie. De non-binaire vlag hangt hier midden in de aula van deze prachtige school in Almerepoort, het Artecollege. En zoals je kan zien is die 5×3 meter en we zouden hem eigenlijk buiten hangen, maar het regent en hij is vrij kwetsbaar. Dus we hadden zoiets, we hangen hem binnen in de school in het hart van het gebouw, zodat iedereen hem kan zien als ze een lunchpauze hebben of als ze uit de ramen van de schoolgebouwen naar beneden kijken. Voorbeelden en rolmodellen, je ziet ze op school maar ook op tv, zijn belangrijk voor leerlingen zoals Lien. En ik zie dat dan op tv en denk van wauw, het is echt mooi om te zien dat zij zichzelf zijn. Gewoon je kracht wat je van jezelf hebt, dat je dat kan uiten op je eigen manier. En dat vind ik gewoon heel erg mooi.